We weten het al een tijdje. Het aantal leerlingen per klas neemt toe in ons land. Op dit moment zijn er zelfs schoolklassen met meer dan 40 leerlingen. En de vakbond Leraren in Actie waarschuwt voor het negatieve effect van overvolle klassen op de leerprestaties van die leerlingen. Vandaag overhandigt de vakbond een burgerinitiatief aan de Tweede Kamer. Ze eisen dat binnen 3 jaar de grootte van klassen wordt teruggebracht naar maximaal 24 leerlingen. Maar ja, de vraag is, hoe haalbaar is deze eis in tijden van bezuinigingen en steeds minder leraren? En wat is er eigenlijk mis met een grote klas? Wat vindt u? Onderschrijft u de zorgen van de leraren? Of kan volgens u prima onderwijs worden gegeven in een klas met 30 leerlingen? Laat het mij weten. Bel 0800-1121. Mailen kan naar lijn1@ntr.nl. Twitter kan natuurlijk ook. Hashtag lijn1. Dit is lijn1. Cool out van Alice Coopers hoorde u. En we gaan het hebben over scholen. Want bij mij in de bus leraren, maar ook 2 politici. We gaan het hebben over het zogenaamde ploflokaal. Te veel leerlingen in te weinig vierkante meters. En vandaag gaan hier in Den Haag de leraren, lid van de vakbond Leraren in Actie, die gaan proberen om politici op te roepen om wat te doen. Daar ga ik over praten het komend half uur. Maar natuurlijk schakel ik ook regelmatig over naar de collega's in Hilversum om te kijken wat het laatste nieuws is over de herdenking van Nelson Mandela. Maar eerst tegenover mij Nick Vogels en Peter Althuizen. Allebei leraren. Te beginnen met u, Nick. Zeggen we gewoon je en jij? Peter, sorry. Inderdaad, jullie zitten zo. Ja. Peter, hoe groot is de klas waar jij les geeft? Mijn grootste klas is een klas van 28. Vorig jaar had ik ook een brugklas van 30. Ik ben leraar klassieke talen. En soms geneer ik me wel voor de kleinere klassen die ik heb, omdat mijn vak een keuzevak is. Ik zie mensen die op de MAVO tweede klas, HAVO derde klas geven. En die zitten tegenover mij en die hebben dan 233 mensen in hun lokaal. En kijken dan naar mij, geven een knipoog en snappen het ook allemaal wel. Maar zij moeten echt veel harder eraan trekken dan ik. Ja, en dan denk ik, vind jij jezelf, en dat is natuurlijk lastig om over jezelf te zeggen, maar ben jij een goede leraar, een ontzettend goede leraar, een matige leraar? Ja, ik vind mezelf een goede leraar, zonder meer. Ja. Een heel betrokken leraar. Dan maakt het toch niet uit hoeveel leerlingen je voor je hebt zitten? Ja, dat maakt zeker uit. Ik kan het voorbeeld geven van die klas van vorig jaar, zo'n brugklas van 30. Daarin ben ik als het ware een soort entertainer. Daar kan ik kinderen interesseren voor mijn vak. Vertel ik prachtige verhalen, kinderen zitten naar me te luisteren. Maar dat kan je niet 6 jaar lang volhouden, 3 lessen voor jouw vak per jaar. Dat is gewoon onzin. Ze moeten ook aan het werk, ze moeten individuele aandacht krijgen. De goede moeten extra uitgedaagd worden. De minder goede leerlingen moeten extra uitleg krijgen. En dat kun jij niet als er te veel leerlingen in je klas zitten? Nee hoor, want ik geef als het ware in zo'n grote klas geef ik een algemeen verhaal waar iedereen moet volgen wat ik doe. Nick, kan jij dat wel? Kun jij iedereen de aandacht geven in je klas? Ik probeer dat te doen, ja. Maar of dat echt... ik hoop het. Ik heb ook 28 tot 30 leerlingen in mijn klas. En ik geef maatschappijleer en aardrijkskunde. En aan welke klas? 2 MAVO, 3 MAVO, 4 MAVO. Of VMBO, TL, hoe dat dan heet. Je probeert wel alles uit de kast te halen, wat Peter zegt. En soms ben je meer een politieagentje met zoveel kinderen in de klas dan dat je daadwerkelijk de stof over kan brengen. En natuurlijk, ik sta al 10 jaar voor de klas. Dus ik weet allemaal wel... ordeproblemen heb ik gelukkig een stukje minder. Dan begin van het jaar of begin van de afgelopen periode toen ik voor de klas stond. Maar je merkt gewoon wat de stille leerlingen, die al extra aandacht nodig hebben. Ja, dat is het probleem vaak wel. Ja. Want die wil je die aandacht geven, maar daar kom je gewoon niet aan toe. Ja, maar aan de andere kant kun je zeggen, als jij als goede leraar, want dat ben je, ga ik even vanuit voor het gemak, dan is het ook een kwestie van plannen. Want time management, jij weet hoeveel leerlingen je hebt, jij weet wie de stille zijn en de goede en de minder goede. Ja, maar gewoon beter organiseren. Wat je tegenwoordig ook hebt, is stille, maar je hebt soms ook 3 ADHD'ers, om het zo maar te zeggen. En die stuiteren dan nog wel door het lokaal heen. En we hebben hier op het plein hebben we een lokaal staan, 6,5 bij 6,5 meter. En daar moeten 30 leerlingen in. En je had het net ook over de fysieke ruimte. Dus dat wordt allemaal erg lastig. 6,5 bij 6,5. Hij staat hier achter met het zogenaamde ploflokaal. Het ziet er heel erg klein en je zit bijna in elkaar schoot. Is dit echt hoe een klaslokaal eruit ziet? Ja, dit is echt. Ja, het is echt waar.
Niet alle, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, en vooral de oudbouwlokalen. Ja. En daar zijn deze lokalen echt zo groot. Peter? Of zo klein, hoe je het wil noemen. En sterker nog, er zijn nog kleinere lokalen. Ik heb zelf een lokaal waar maximaal 20 leerlingen in kunnen. Als ik dan met kleinere groepen zit, Latijn en Grieks. Nou, dat is de helft van dit. Dus het wordt tijd dat we nieuwe scholen bouwen met betere lokalen. Dat klopt. Ja, dat zou moeten. Eigenlijk moeten die klassen kleiner. Ja. Jullie zijn niet met elkaar eens, Peter. Jij zegt de klassen moeten kleiner. Nee, en Nick die zegt gewoon nieuwe scholen bouwen Nick met is grotere heel klassen. Natuurlijk, maak grotere klassen, maar dat lost het niet op. Want maak dan een klas waar 100 kinderen in kunnen. Dat is natuurlijk onzin. He, maak het lokaal groter het probleem opgelost. Ja. Nee, het gaat ook om inhoudelijke zaken. Peter, waarom staan jullie vandaag hier voor het plein, voor de Tweede Kamer met dit ploflokaal. Nou, wat willen jullie? Wij zijn als vakbond Leraar in Actie zijn wij dit begonnen. Omdat wij merken dat in alle overlegssituaties wordt er veel gepraat over de problemen in het onderwijs. En als dan puntje bij paaltje komt, wordt er uiteindelijk toch weer niks geregeld. Dat gaat om een onderwijsakkoord. Of dat gaat om een nieuwe cao. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Maar uiteindelijk gebeurt er niks. En nu dwingen wij de politiek om zich hierover uit te spreken. En het is prachtig dat die politici dadelijk bij volgende verkiezingen mogen worden afgerekend op wat ze op dit onderwerp zeggen. Onderwijs, ze vinden onderwijs zo belangrijk en we willen naar excellentie. Laten ze maar laten zien waar hun... We gaan het vragen. In ieder geval gaan we vragen aan Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Ze is woordvoerder primair onderwijs, Loes Iepma. Loes Iepma, wat ga jij zeggen? Nou, wat is jouw antwoord op die ploflokalen? Ja, precies. Nou, ik ga vanmiddag in dat ploflokaal zitten en ook in gesprek met de leerkrachten. Want ik ben van mening dat ieder kind goed onderwijs moet krijgen. En dat een hele grote klas dat het moeilijker maakt om kinderen goed onderwijs te geven. Ik ben het ook eens met de heren dat een oude klaslokalen vaak kleiner zijn dan in nieuwe scholen, nieuwbouwscholen. Oké, dus je zegt die klaslokalen zijn inderdaad te klein. Minder leerlingen in een klas is beter voor de leerlingen, beter onderwijs. Dus je bent het eens met dit burgerinitiatief? Nou, ik vind het heel goed dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Want op dit moment is het inderdaad zo. Hè, we spreken hier vaak over gemiddelden. Maar gemiddelden zeggen niet alles. Als er gemiddeld 23 kinderen in een klas zitten, dan heb je dus uitschieters heel ver naar boven. Maar ook heel ver naar beneden. En ik denk dat we niet naar gemiddelden moeten kijken, maar echt daadwerkelijk, wat is er nu aan de hand? Er zijn dus klassen die heel groot zijn. Nou, om ieder kind goed onderwijs te kunnen geven, moet je ervoor zorgen dat er voldoende leraren zijn. Daarom hebben we ook bijna een miljard extra uitgetrokken om voor 3000 extra lerarenbanen te kunnen creëren. En we hebben gezegd, leraren die moeten ook voldoende scholing krijgen om te kunnen gaan met verschil in de klas. Want uit onderzoek blijkt dat niet alleen de grootte van de klas bepalend is voor of de leerkracht het aan kan, maar ook het verschil in de klas. Met 15 stuitenballetjes in de klas is het heel anders lesgeven dan een klas van 28 of 30. Loes Iepma, dan geef je een hele mooie weier. Je laat zien wat er allemaal is en onderzocht en dit en dit. Maar wat zeg je nou concreet? Wat ga je deze heren nou concreet geven? Nou, dat ik heel graag in gesprek wil over oplossingen. Over hoe kun je nou wat doen aan die klassengrootte. Ik denk dat een wettelijke maximum van 28 of zelfs 24, hè, waar jullie om vragen, dat niet het juiste middel is om te bereiken wat je wilt. Je wilt namelijk dat ieder kind goed onderwijs krijgt. Dat leraren ook gewoon goed onderwijs kunnen geven. Ik vind dus dat je meer moet gaan verantwoorden als de klassen te groot worden. Bijvoorbeeld als er meer dan 28 kinderen in de klas zitten. Dan wil ik dat scholen gaan verantwoorden waarom ze dat doen. Soms kan het een goede overweging zijn om de klas tot 29 te laten lopen. Ja. En ervoor te kiezen om een andere klas slechts 20 kinderen. Dus maatwerk, dat is waar ik naartoe zou willen. En flexibiliteit. Meneer Ardes, die hangt aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Ardes. Ja, goedemorgen. Ja, ik heb even met enige verbazing naar al deze discussies zitten luisteren. En waarom? Ik ben zelf een leerling van een lagere school geweest. En wij zijn toevallig net met de zesde klas, en dan praat ik over 1956, met 44 kinderen toen, die in de klas zaten. En we hebben nu een reunie gehad. Dat doen we dus één keer in de vijf jaar. En al die 44 kinderen zijn geweldig goed terechtgekomen. Met andere woorden, we hadden goede leraren. En ik wil niet zeggen dat de huidige kwaliteit van het onderwijspersoneel niet goed is. Maar het alles staat of valt met degene die voor de klas staat. Ik geef zelf als gastdocent af en toe nog wel eens les. Dan heb ik groepen van 40 kinderen. En dat is geen enkel probleem op het moment dat het onderwerp wat je geeft, dat het boeiend is. Ja. Kortom, je hoeft niet over hele kleine klassen om te zeggen, dan kan ik iedereen de aandacht geven. Het gaat enerzijds om de kwaliteit van wat voor de klas staat en wat je verder kunt doen. Helder. Dank u wel, meneer Ardes. Meneer Ardes heeft in de klas gezeten met 44 leerlingen. Het is met iedereen goed gekomen. Peter Althuizen.
Ik heb zelf ook in een klas gezeten van 32 leerlingen. En die zijn voor zover ik weet ook allemaal goed terechtgekomen. Ik weet het niet helemaal zeker. Ik ken ze niet allemaal meer. U bent in ieder geval goed terechtgekomen. Nou, ik hoop het. Dus wat is dan het probleem? Ja, heeft in een klas gezeten met 32 leerlingen, de beller? Het probleem is dat deze meneer natuurlijk in 1956... of hij heeft het over 1956, de tijden zijn veranderd, dat ten eerste. Er moet er gedifferentieerd worden tegenwoordig in het onderwijs. Dat woord bestond in 1956 nog niet. We moeten kinderen op verschillende niveaus lesgeven. We moeten verschillende onderdelen van de lesstof met andere kinderen op andere manieren behandelen. Leraren geven veel meer les. Leraren hebben het veel zwaarder dan vroeger. Dus het vak is veranderd? De eisen aan het vak, de eisen aan leerlingen zijn veranderd? Is dat wat u zegt? Nou, kijk, voor leerlingen geldt natuurlijk hetzelfde. Leerlingen moeten eigenlijk tegenwoordig veel meer kunnen en kennen dan dat vroeger het geval was. Dat is duidelijk veranderd. Vroeger was het inderdaad goed als je een les met een leraar had en de hele klas volgde het gewone pad dat iedereen deed. En tegenwoordig zijn er veel meer eisen om te differentiëren, om verschillen aan te brengen in de klas. En dat heeft meneer niet meegemaakt. En dat was toen ook nog niet zo aan de orde. Nick Vogels, ook leraar. Eens met Peter? Of Absoluut. Met de beller die zegt 44 leerlingen. Ik ben nog iets jonger dan Peter. Dus ik heb die grote klasse dan weer niet meegemaakt. Hoe groot was jouw klas? 30 maximum. Ook omdat er niet meer in een lokaal paste. Maar ja, wat Peter zegt, de differentiatie. En dat zegt Sander Dekker ook. We moeten gaan differentiëren in de klassen die we nu al hebben. Maar goed, dat heeft hij al gezegd. En hoe we dat moeten doen in de overvolle... Ja, staatssecretaris onderwijs Sander Dekker die heeft gisteren ook gezegd dat hij niet gelooft in een ondergrens en een bovengrens. Dus kortom, hij zegt, de politiek gaat geen uitspraken doen over minimaal zoveel leerlingen, maximaal zoveel. En daar gaan we het straks over hebben, over het feit dat Sander Dekker zegt geen eisen aan een minimum en maximum. Eerst ga ik terug naar de collega's in Hilversum voor een update over de herdenking van Nelson Mandela. Dankjewel, Naida. Ja, we onderbreken deze lijn 1 even. De NOS Nieuwsredactie is dit. We wachten nog altijd op het begin van die herdenkingsbijeenkomst in Johannesburg, die eigenlijk 10 uur zou beginnen. Hier in de studio nog altijd historicus Ineke van Kessel van het Afrika Studiecentrum in Leiden. Mevrouw van Kessel, we zien nog altijd hoogwaardigheidsbekleders binnenkomen, hè? Mevrouw Rousseff van Brazilië zag ik net in beeld. Ja, dat klopt. Maar Obama hebben we nog niet gezien. En ik denk niet dat de bijeenkomst zal beginnen voordat Obama op die tribune met de hoogwaardigheidsbekleders zit. Ja, die hebben we nog niet in beeld gehad. Mugabe, is die erbij, de president van Zimbabwe? Hij staat zeker op de gastenlijst, maar ik heb hem nog niet gezien. Mugabe is wel een beetje een pikante figuur in dit gezelschap. Voor de vrijlating van Nelson Mandela gold Robert Mugabe als de meest vooraanstaande, de meest senioren leider van Zuidelijk Afrika. Hij is wel langsgekomen overigens al in beeld. Ja. Okay. En na de vrijlating van Mandela verdween Mugabe helemaal in de schaduw. En dat kon hij heel slecht verkroppen. Er zijn allerlei nogal kleinzielige incidenten geweest, waarbij bijvoorbeeld er een bijeenkomst was en Robert Mugabe verwachtte dat hij als de senioren leider dat zijn toestel het eerst mocht landen, maar dat het toestel van Nelson Mandela voorrang kreeg. Okay. En dat soort kleinzieligheden, daar kan Robert Mugabe zich heel slecht overheen zetten. Maar hier is hij toch... Dus het is verrassend dat hij er dan toch is? Niet echt verrassend, want hier kun je toch eigenlijk ook niet gemist worden. Nee. Hoewel er ook mensen zijn die ontbreken op de gastenlijst. Wat mij heel erg verbaast is, ik zie helemaal geen Medvedev, geen Poetin, geen prominente Rus op de gastenlijst. En als je kijkt naar de geschiedenis van het ANC in ballingschap, de Sovjet-Unie was de belangrijkste bondgenoot in termen zeker van militaire training en wapens. Nu is die Sovjet-Unie er uiteraard niet meer. Maar je zou denken, Rusland hoort hierbij, maar ik zie geen prominente Rus op de lijst staan. Nee. Nou, we wachten het nog even af. We hebben wel de ceremoniemeester al een paar keer aan het woord gezien, die steeds prominente gasten aankondigde. Maar verder is het officiële gedeelte van de herdenking nog niet begonnen. Ik stel voor dat we weer even teruggaan naar lijn 1, naar Naida. En zodra het wel begint in Johannesburg, dan komen we weer terug.
Ja, dat is helemaal goed. En wij gaan intussen verder hier in lijn 1 voor de Tweede Kamer over die zogenaamde ploflokalen. Te veel leerlingen in één klas op te weinig vierkante meters. Twee docenten zitten hier in de bus. Zij zijn van de lid van de vakbond Leraren in Actie. Nou heeft Sander Dekker gisteren gezegd: als het aan mij ligt, als het aan de politiek ligt, komt er geen ondergrens en geen bovengrens. In de bus ook Tweede Kamerlid voor de SP, Jasper van Dijk. Jasper, hoe groot... Leuk dat deze leraren die handtekeningen hebben verzameld. Maar hoe groot is dat zij een kamermeerderheid krijgen voor hun initiatief? Nou, dat is een goede vraag. De Partij van de Arbeid hoop ik natuurlijk op steun. Kijk, het gaat hier om een vraag vanuit de maatschappij, vanuit het onderwijs. Leraren geven in grote getalen aan dat zij niet goed hun werk kunnen doen met deze grote klassen. De staatssecretaris die toont zich als een studeerkamergeleerde. Die zegt, gemiddeld valt het allemaal wel mee en op papier klopt het allemaal. Nou, dat is dus een enorme kloof. En dan ben ik het zeer eens met Leraren in Actie als ze zeggen, dan doen we dit via een burgerinitiatief en dan vragen we de Tweede Kamer om naar ons te luisteren. Als je aan leraren vraagt, wat zijn grote problemen in het onderwijs? Dan zeggen ze bureaucratie, administratie, de hoge werkdruk en de grote klassen. Het is aan ons om daarnaar te luisteren. En ik zou in ieder geval een begin willen maken met de aanpak van die uitschieters. Van die enorme klassen van meer dan 30 leerlingen. Jasper van Dijk, helder waar het wel aan ligt. Het ligt in ieder geval niet aan de leraren als ik jou zo hoor. Kijk, het is overduidelijk dat je in een kleine klas beter onderwijs kan geven aan elke individuele leerling. En dat is natuurlijk ook het tegenstrijdige van het beleid van Sander Dekker. Aan de ene kant roept hij elke dag, er moet meer aandacht zijn voor excellentie, meer aandacht voor differentiatie. Er moeten meer leerlingen met een handicap of een stoornis naar de gewone scholen. En dat wordt allemaal op het bordje van die leraren gelegd. Als je dan tegelijkertijd niks doet aan die enorme klassen, dan gaat dat knellen. En dan heb je op een gegeven moment geen goed verhaal meer als ministerie van Onderwijs. En dan vind ik dat de Tweede Kamer actie moet ondernemen. Maar krijg je die Kamermeerderheid? Ja, Loes Eijpma zit hier. Daar heb ik eerlijk gezegd nog geen steun van gehoord. Nou, hier zit ze. Ze wil wel meer verantwoording. Loes Eijpma. Zouden we die uitschieters niet moeten aanpakken? Ja, ik vind inderdaad dat je moet kijken naar die uitschieters. Dus dat is iets waar ik heel graag over na wil denken. En ook met de leraren vandaag in gesprek wil gaan. En ik denk heel graag na over oplossingen. Ja. Ik vind alleen toegroeien naar een maximum van 24, dat kan niet. Dat kan niet omdat de bekostiging op dit moment is gebaseerd op tussen de 20 en de 28 leerlingen per klas, dan zit je dus op 24 en dan kun je dat niet als maximum nemen, maar dan moet je ergens anders als maximum. Dus Loes, even voor de helderheid, ja, je denkt na en je denkt mee, maar je steunt niet het burgerinitiatief, als ik je zo hoor. Nee, en de reden daarvoor is, ik heb zelf ook voor de klas gestaan, ik heb maatschappijleer gegeven, net als jou, ik heb daar les gegeven aan 21 kinderen in Gouda, in een achterstandswijk, waar je, nou, wat echt behoorlijk ingewikkeld was op het VMBO, en ik heb les gegeven in Woerden, waar ik klassen van 32, 33 kinderen had op het VWO en op de HAVO. En dat vond ik echt een heel ander verhaal. En ik vind dus dat je echt moet kijken per school, naar de kinderen, naar de leerkrachten en daar maatwerk in moet leveren. En een maximum, een wettelijk maximum vanuit Den Haag mag is dan niet het goede midden. Mevrouw Eijpma? Ja? Nou, het is eigenlijk een beetje het omgekeerde wereld. U zegt, we financieren de scholen op klassen van 24 of 20 tot 28. Dus daarom kan het niet. Je zou moeten zeggen, wat is de ideale klas? En daar, op basis daarvan gaan we financieren. Dus u draait het precies om. Je moet eerst kijken, wat wil ik met het onderwijs? En vervolgens kijken, hoeveel geld is daarvoor nodig? Verder is het natuurlijk ook wel erg jammer dat bijvoorbeeld een Sander Dekker zegt van, ik ga daar niet over, ik geef het geld aan de scholen. En scholen kunnen heel goed autonoom hele goede keuzes maken waarom sommige klassen groter zijn dan andere klassen. Nou, dat zouden schoolbesturen toch ook moeten kunnen? Nee, maar dat dus kunnen, ze niet. De enige reden waarom ze dat doen is omdat ze met de rug tegen de muur staan. Als ze mijn klasje van 15 Latinisten moeten betalen, betekent dat automatisch dat mijn collega Nick bij aardrijkskunde er 30 of 33 om zijn oren krijgt. Ja. Dat is niet een onderwijskundige keuze. Dat heeft vaak ook te maken met PR-technische zaken. Maar waar zijn die schoolbesturen dan? Waarom zitten die niet in de bus? Ja, en zit u hier als leraar? Nou, wij zijn al een aantal jaren bezig met name ook proberen aan te kaarten dat daar veel te veel macht ligt. He, als Sander Dekker het heeft over scholen kunnen dit, scholen kunnen dat. Heeft hij het dan over scholen, besturen en directies? Of heeft hij het dan over leraren en leerlingen? Ja, want dus volgens mij zijn scholen, leraren en leerlingen. Maar dan, als ik u zo hoor, denk ik dus er is een tweestrijd tussen de leraren en uw schoolbesturen. Nou, u zit niet op één lijn.
Nou, dat is in zekere zin is dat ook echt waar. Hè? Want zij krijgen een bedrag waarmee ze het moeten doen. Daarvan moeten ze bijvoorbeeld de verwarming laten draaien als de ketel kapot gaat. Ze moeten eventueel een verbouwing uitvoeren. Ja. Dus al die dingen bij elkaar die gaan uit één pot geld. Even makkelijke optelsom. Als ik u zo hoor, uw schoolbesturen die staan niet aan uw kant. Nou, Jasper die staat alleen met de SP, want de Partij van de Arbeid krijg je niet mee, Jasper. Dit is gewoon een grote... Dit winnen ze niet. Nou, wie krijg jij wel mee, Jasper? Er zijn nog meer partijen. En wie krijg je mee? Dankzij dit burgerinitiatief moet de Tweede Kamer hierover spreken. De SP heeft zelf ook al gezegd, we gaan een plan maken om die klassen kleiner te maken. Dus we vullen elkaar hartstikke goed aan. Ik hoop uiteraard op andere partijen. En uiteraard kan de Partij van de Arbeid nog tot voortschrijdend inzicht komen. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat Kamerleden zelf naar scholen toe gaan en luisteren naar leraren. Wie zijn er nou de deskundigen hier over het onderwijs? Is dat de staatssecretaris in een groot ministerie? Of is dat 45.000 leraren die zeggen, wij willen kleinere klassen? Dus, en die schoolbesturen, ja, die worden gedwongen door een budget keuzes te maken. En die zeggen, nou, het is het makkelijkst om een klas groter te maken. En leraren moeten ermee dealen. Tot slot nog even naar Loes Ipma, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Ja, dankjewel. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we hier voldoende aandacht voor krijgen. Dus ik wil ook een compliment geven voor de actie. Ik ga ook iedere maandag en vrijdag naar scholen toe en met leraren in gesprek. Onder andere over dit soort onderwerpen. En dat heeft er ook toe geleid dat we bijna een miljard extra uittrekken voor het onderwijs. In deze moeilijke tijd waar we overal op bezuinigen. En dat we ervoor zorgen dat er extra bijscholing en nascholing ook beschikbaar is voor leerkrachten. Ik wil dat toch benadrukken, want we zorgen ervoor, op die manier kunnen klassen kleiner worden. Door 3000 extra handen in de klas. Ik denk dat heel belangrijk is en dat we op dit moment daar ook heel veel aan doen. En ik ga vandaag graag over alle verschillende oplossingen die er zijn in gesprek. Oké, dank jullie wel. Heel veel succes. Jullie gaan straks weer in de ploflokalen zitten, heren. Goed, ik hoop dat ze er komen, dat u wilt. Ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Dit was het weer voor Lijn 1. We stoppen iets eerder, want we gaan terug naar de collega's in Hilversum voor het nieuws over de herdenking van Nelson Mandela. Tot morgen in Lijn 1, ergens vanuit het land.